Ik ja. moest dus dat doen. al een paar jaar over het. Twijflet, ik heb nooit die kans. Nu ga ik dat doen. Hij had dat goed gepusht. Emotionele chantage enzo. <laughs> uh, maar ik heb, er, ik heb er geen spijt van. is uh, dat gemaakt dat duidelijk zijn. om bedpartners ja, te worden. Ja, dat ja, zijn dingen die, die doorleggen. de kamer liggen en <laughs> die toestellen. Ja. dat moet ik echt doen. Ja. Uh, dat is een droom van veel, <laughs> van veel mensen. <laughs> Dag iedereen en welkom terug bij Clubhouse tandem. Eh, het basketbal in België gaat goed. De Belgian Cats doen het op wereldniveau fantastisch. En het zijn niet alleen de Cats, maar ook de Belgian Lions, dan in de 3x3 versie, die het eh, ja, fantastisch aan het doen zijn. Het eh, World Tour eh, seizoen staat voor de deur. Het eerste weekend is al geweest. En wie beter om ons over eh, het hele 3x3 gebeuren bij te praten dan eh, twee van de beste spelers van de wereld. Eh, ja, ik mag het eigenlijk zeggen: het is niet uit de lucht geplukt. Ze staan allebei in de top 10 van de World Ranking. Ik ben super blij dat jullie er zijn. Jonas Voerts en Dennis Donkor, Welkom. Tof, uh, merci om tot hier te komen. We gaan het, we gaan het hebben over, over 3x3. Um, ik ben heel blij dat we het erover kunnen hebben. Ik heb het jullie ook al verteld. We proberen dat al langs alle kanten een beetje, een beetje meer te pushen. Um, mijn eerste vraag die ik normaal altijd stel, is nu misschien een beetje onnodig, maar ik ga hem toch stellen. Uh, hoe goed kennen jullie elkaar? Ja, vrij goed hè. Ik denk ja, dat al ja. menig elkaar, ze bijna bedpartners zijn geweest door, uh, samen, door samen te moeten slapen uh, op toernooi. Dat is uh, een mooie uh, intro. Ja, voilà. Voilà. ja, ja ik, alleen, we hebben het er vaak over. Uh, voordat wij samen in de ploeg speelden, uh, moest ik Jonas eigenlijk niet zo. Is zo? Ja, 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 we lachen er nu vaak mee. Uh, alleen dat was niet op iets gebaseerd, maar gewoon, ik vond altijd in een grote mond had uh, als jonge gast. Uh, maar ja, we spelen nu een jaar samen ongeveer, denk ik. In, uh, ja, ik kan wel zeggen dat we echt goede vrienden geworden zijn. Ja. Ja. Is Jonas een, een goede bedpartner? <laughs> <laughs> dat kan ik in het midden laten. Misschien beter, misschien beter. Ja, jullie zijn allebei, hebben jullie de overstap gemaakt van de Belgische eerste klasse naar uh, 3X3. Jonas, jij vorig jaar, jij, uh, twee jaar geleden ondertussen. Uh, ja, sinds uh, in de zomer gaat dat twee jaar zijn. Ja, ja. ja. allebei geen spijt van, denk ik. Nee, nee uh, absoluut niet. Allee, ik, ik, mis, uh, want ik was nog niet volledig klaar met 5 tegen 5, dus ik, ik, ik mis het ergens wel, maar ik zou het niet willen inruilen hetgeen ik nu heb. Nee. Dus als er op een of andere manier een combinatie mogelijk is, uh, direct om het nooit eens te doen, ja, ja. maar ik zou deze leven en deze sport echt niet uh, achter mij willen laten. Nee. Is, is, is een combinatie überhaupt mogelijk? De enige manier dat dat mogelijk zou zijn, denk ik, is als, uh, als de 5 tegen 5-competitie al uh, ingekort wordt. Uh, ja. Dan zou dat eventueel mogelijk zijn, maar ik denk ja, heel lastig. Te zijn in onze season dat een bepaalde ploeg een spot vrij heeft en dat daar, dat wilt opvullen, dan uh, ja. kan ik in mijn uh, vrije tijd even nog uh, wat 5 tegen 5 gaan spelen. Ja, snap ik. Heb jij hetzelfde gevoel? Of nee, je echt totaal noem? niet. Nee. Ik ben echt klaar met 5 tegen 5. Ja? Ja. Ik, ik, uh, ik ben dan gestopt op mijn 30, denk ik, of mijn 31. En um, wat ik hier zo leuk vind, is dat ik een challenge heb en ik heb het gevoel dat ik nog kan verbeteren. Um, en bij 5 tegen 5, wie gaat mij nu nog, nog binnennemen? Uh, ik heb ook niet het gevoel dat ik nog zo progressie kan maken, of ik, ik, allee, ik kan niet meer naar Euroleague of. En dat vind, ik, dat vind ik moeilijk in mijn hoofd, dat ik niet meer uh, geen stappen meer kan zetten in mijn carrière, ook financieel of zo. Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Dus voor mij allee, ik kan met zekerheid zeggen dat ik niet, uh, niet terug naar 5 tegen 5 ga. Ja. Ja, die progressie die je van spreekt, heb je, heb je in 3x3 duidelijk wel gemaakt. Je staat op nummer 6 denk ik van de, van de world ranking op dit moment. Ja, sinds vanochtend. Sinds vanochtend, ja, ja. kijk, voilà. En Jonas, jij nummer 10 als ja, ik het goed nu Ja, nummer 10, ja. Voilà, kijk, top 10. Dat is toch, dat is, hadden we dat verwacht? Is dat, want die, die ranking dat is natuurlijk voor iemand die daar niks van af weet een heel ingewikkeld gegeven. Is dat, is dat logisch voor jullie? Van ja oké, okay, we, we doen het op wereldniveau goed, dit is een logisch gevolg? Um. Sowieso, die individuele ranking dat wordt grotendeels bepaald door hoe goed je ploegen toe. Dus ik denk, als je een goede ploeg hebt uh, en je statistieken zijn niet super super, je gaat sowieso wel een iets hoge, hoge ranking hebben. Maar als je daarbij nog eens goed presteert, ook, dan, allee, dan heb je wel echt een, een goede kans. Dus ik, je weet wel dat wij een goede ploeg hebben. Dus je weet ja. wel dat je ergens hoog gaat staan. Uh, maar nu top, voor in een top 10 te staan, heb je ook wel echt goede statistieken nodig. Dus, uh, was dat verwacht, dat was wel een doel of zo voor ja. mij, om, om, om hoog te staan. Uh. Ja, ik denk, bij mij, ik, dan al, en, ik, heb, ik deed al enkele zomers voordat ik echt volledig 3 tegen 3 ben gaan doen, en ik heb altijd ook wel gezegd, of, of onderling zeker helemaal in het begin met de ploeg, van ja, als we ons nu eens volledig kunnen Toeleggen op 3 tegen 3, dan denk ik dat we zoveel mogelijkheden om echt veel hoger te geraken. Ja. Um, en die kans voor mij was er eigenlijk nooit echt, omdat ik dan ja, een goed leven in contract 5 tegen 5 had moeten achterlaten voor 3 tegen 3. En er was niet echt iets van, ja met 3 tegen 3 kon je op die moment nog niet vast je uw, uw, uw job doen of je geld ermee verdienen. Ja. En doordat die kans er nu wel is, kon ik mij er volledig op toeleggen. En ik zei altijd voor het te lachen tegen iemand, ja, geef mij zoveel tijd en top 20 is wel haalbaar. Om dan nu nummer 10 te zijn, dat is echt wel ja, onverwacht. Ja. Maar dat is grappig, maar we hebben het er vaak over dan hoe snel dat je eigenlijk niet meer tevreden bent daarmee. Als je, dat, als je daar een jaar geleden op zou terugkijken, dan denk je denken van, amai, wauw. Danny ja, is ja. nummer 6, ik heb even uh, negen of 8 of zeven gasten ja. gestaan. Ja, dat is waanzin, maar nu dat je er uiteindelijk zei dan... Je, bent bedoel, er niet meer hetzelfde, ja, ja. je hebt diezelfde nee, tevredenheid nee, nee, er hoor. niet meer van. En dat is wel Alleen, dat ja. is wel grappig en erg om te zien tegelijkertijd. Ja, ja, ja. Maar dat, ik denk dat het ook een beetje onze cultuur is in het algemeen. We willen altijd, we zijn nooit tevreden met wat we hebben, je ja. wilt altijd meer. Ja. En zeker als topsporter zijn, denk ik, je verlegt je grenzen constant. Ja. He, anders kom je niet op dat niveau, ja. lijkt ja. mij. Um, misschien even, want he, we hebben nu over die individuele ranking gehad. Maar, maar het is een best ingewikkeld systeem voor iemand die er, die er niks van af weet. Je hebt de. de Team RIFA waar, ik, waar jullie bij speelden, dat was vorig jaar nog Team Antwerp, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar je hebt ook ja, de nationale ploeg, dat zijn eigenlijk dezelfde spelers, min of meer. Dus, dus hoe zit dat juist? Laten we even beginnen met, met, met de, de World Tour, waar jullie nu, eh, het eerste weekend was nu afgelopen weekend in Japan, Utsunomiya. Um, hoe, hoe zit dat precies in elkaar? Ja, ik denk, uh, je kunt dat een klein beetje vergelijken met tennis. Ja, ja. Huh? Zo, zo, zo leggen we dat altijd uit. Uh, je begint eigenlijk met, als je helemaal aan het begin zou gaan, en je begint eigenlijk met lokale of regionale of zelfs nationale toernooien dat er worden georganiseerd. Mm -hmm. um, daarbij kun je dan tickets winnen om in het pro-circuit te geraken. En dat is dan een challenger, dat is dan het laagste niveau van uh, prof-toernooi. Um, en dan vanaf dat je die challengers ook wint, ja, daar kun je dan ook weer tickets afdwingen afhankelijk van top 2 of top 3 ja. voor, voor World Tours. Ja, ja. ja World Tours kun je eigenlijk met een Grand Slam vergelijken ja. okay. uh, in tennis. Ja. Ja. Ja, en hoe meer dat je eigenlijk op die grootste toernooien staat en daar wint, ja, hoe meer, want die, die, diffu die difficulty is hoger, dus je krijgt ook veel meer punten voor als je daar wint. Ja. Uh, dus het is eigenlijk zo dat je aan die top geraakt en hoe hoger dat je in die top staat, ja, hoe makkelijker dat je kunt allokeren voor bepaalde toernooien en dan zo okay. kun je eigenlijk de hele tijd je uh, dus, seizoen ja, Eens dat je aan die top zij, is het als je blijft presteren, is het vrij makkelijker. Allee, makkelijk om daar te blijven, maar het is heel moeilijk om, 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 als, je daar niet mee, als je nu zou zeggen van uh, we beginnen met vier spelers en wij willen uh, op de World Tour schraken en wij willen top vijf worden van de wereld, dan, gaat dat wel, dan kan dat wel gemakkelijk twee, drie jaar duren uh, ja. voordat je daar staat. Maar eens dat je daar bent en je blijft presteren, is het allee, relatief. Ja. Gemakkelijk. gemakkelijk dus ja. even, even puur praktisch gezien, stel, hè, ik, ik uh, begin een team met een aantal talentvolle spelers. Wij doen mee aan een, een lokaal toernooi. Dat kan bijvoorbeeld een 3x3 Master zijn of moet dat van FIBA zijn? of Dat maakt niet uit. 3, 3x3 Master is onder andere ook van FIBA. Is dus ja, Die, die vragen daar officieel aan en daar wordt dan ook een ticket aan gelinkt. Okay. Ja. Dus stel, je doet mee aan dat toernooi, je wint dat toernooi, je wint die finale, dan krijg je een ticket voor een challenger. Uh, ik denk zelfs World Tour. Dat is een beetje in functie van uh, ja, wat ze aanvragen of hoeveel budget en omkadering ze voor dat toernooi hebben. Um, mm -hmm. En ik denk dat de finale van de Koreala Masters dat is een World Tour -ticket. of de afgelopen jaren was het ja, okay. maar okay. Vaak is de, is de logische. Dingen is, vaak is het inderdaad wel uh, klein toernooi, lokale, zoals een Masters, Challenger en een World Tour. Maar heel af en toe, als je zo van die tours hebt, dus zoals die Creel en Masters, ja. dat, is eigenlijk, dat, heeft, dat heeft verschillende etappes. Dat is eigenlijk een soort van mini-competitie. Mm -hmm. En heel af en toe worden daar ook uh, World Tour tickets aan gelinkt. Okay, okay. Dus je kunt van, daarvan ook ineens naar een World Tour gaan, maar dat, dat is niet altijd ofzo. Ja. Oké, okay, interessant, interessant. Ja. Uh, die World Tour waar we het over hebben is uh, sinds kort, sinds dit seizoen, ook te volgen op, uh, op Play Sports. Daar worden alle wedstrijden vanaf de halve finales en de finale uh, uitgezonden. We hebben een uh, leuk openingsweekend gehad en uh, jullie stonden zelf ook in die, uh, in die halve finale. Uh, ja, sterk gespeeld tegen, tegen UP, een van de beste teams van de wereld ook. Maar had, uh, wat pech hadden jullie helemaal met drie gespeeld? Zo. Ja, klopt. In, in dag één denk ik, de eerste match tegen, tegen Vienna. Vrij spannende match, la ik helemaal in de laatste minuut mijn voet om. Kom ik op iemand zijn voet terecht. Uh, Dennis uh, kan uit, uiteindelijk die match nog wel schitterend aanverrotten. En wij, en wij winnen die wedstrijd, wat dat belangrijk was. Maar eigenlijk nog belangrijker was die wedstrijd erna. Um, en ik denk de Adrenaline en het feit dat mijn voet nog warm was op die moment zorgde er wel voor dat ik die tweede wedstrijd ook nog kunnen spelen. En die hebben we al ons ploeg vrij, vrij professioneel aangepakt en die hebben we dan uh, uiteindelijk wel deftig gewonnen. Dus dat was goed dat je één was binnen, we kunnen naar de kwartfinale. Um, maar dan ja, de volgende dag dan, dan ging het niet meer. Uh, de, het was te veel opgezwollen, het was ja. te dik. Ik heb geprobeerd, maar uh, het ging niet. Maar ondertussen hebben we wel wat ervaring in het spelen van toernooien met drie man, uh, hm. dus hadden er wel, allee, of ik toch zeker, er wel vertrouwen in dat uh, deze drie, die ook met die drie een, een medaille hebben gehad op de Europese Spelen denk ik dat ja, was, ja. met drie, uh, er wel iets nog van terecht konden brengen en uiteindelijk denk ik wel dat ze dat vrij goed gedaan hebben. Ja, dat kunnen we wel zeggen, verloren met één puntje van Oep uh, in, de, in de halve finale. Um, wat, wat verwachten jullie als jullie naar zo'n World Tour gaan, met wat voor mentaliteit staan jullie, staan jullie daarin? Is, 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 want we hebben het er net voor de podcast over gehad, alle games zijn heel close. Jij bent net 70 of 80 procent? Ja, van ik, de... ik weet niet. Het is, een heel, allee, het is een heel hoog percentage. Ik weet nu niet ja. juist of dat het zoveel is, maar het is echt heel hoog. Allee, al die wedstrijden zijn echt wel heel close. En ja, zoals ik zei, vaak met één punt ja. uh, verschil. Uh, maar op, om op uw vraag te antwoorden, ik denk dat dat vaak van onze flow afhangt. Dus als we voelen dat we goed zijn aan het trainen en al een paar goede toernooien hebben gespeeld. Dan gaan we wel vaak naar zo'n toernooi met, met het idee van wij willen wel echt finale spelen of winnen. Uh, en daartegenover, als je in een mindere flow zit, um, dan, allee, dag één willen we sowieso overleven, maar dan is het altijd wel mijn mijn banger hartje uh, ja. um, naar daar toe trekken. Dus ik denk dat dat voor ons voornamelijk van de flow afhangt. Ja, afhengt. ik denk dat we zo, als we zelf erover babbelen, dan de grootste druk voor de wedstrijd is altijd die kwartfinale winnen, ja. denk ik. Ja. En als we vanaf dat we die doorstaan hebben, hebben we zoiets van, oké, okay, want nu komt alles is extra. Ja. Um, dus ik denk dat dat ons minimumverwachting onze minimum verwachting ja. is, halve finale halen. En dan hebben we voor, de, eigenlijk, allee, niet echt voor te lachen, ik denk wel dat we daar de, de proef ja. voor hebben gezegd van, oké, okay, we gaan dat verleggen en eigenlijk nu willen we dat naar die halve finale brengen. Okay. Uh, dat we altijd, altijd die finale halen. Ik denk ja. voor deze toernooi dat we Onzeker is het foute woord, maar we mm -hmm. hebben niet een al te gemakkelijke voorbereiding gehad. Wat ook logisch is, een beetje een nieuwe ploeg. moet moeten elkaar uh, leren kennen en op elkaar inspelen. Dus dat is echt zowel wat afwachten was en kijken van ja, kunnen we het nog brengen tegen die goede ploeg? Want op papier denk ik dat we echt mm -hmm. een mooie kans hebben zijn deze seizoen om echt aan de top mee te spelen. Maar je moet het nog altijd waarmaken. En ik denk dat we daar, ik toch ook, wel onzeker waren van hoe gaat dat nu tegen die ploegen zijn? Omdat we ook al enkele toernooien hebben gespeeld de voorbije maanden. Waarbij dat de resultaten niet altijd top waren, behalve de laatste twee weken, die dat ja. wel terugdiftig waren. Um, en ik denk dat we heel blij zijn met het resultaat nu. Van, kijk, we staan er nog wel altijd. En we doen altijd, alleen gewoon deze zou ook wel niet slecht geluk in, in blijven hard werken. Wat dan we toen zijn, meedoen om uh, aan de top uh, te ja. spelen. Daar zijn jullie van overtuigd en terecht, denk ik. Uh, dat, dat geeft toch een enorm vertrouwen, denk ik, dan dat eerste toernooi zo afsluiten met drie, de pech dat je hebt gehad. Um, het is niet alleen de World Tour die eraan zit te komen, maar binnen twee weken is er ook nog een uh, Olympic Qualifier Tournament. Die is heel belangrijk voor de Olympische Spelen, want daar zijn we nog niet 100% zeker van. Ja. Is dat de laatste kans? om? om... Ja, dat is de laatste en de enige kans. Ja. Um, dus dat is een toernooi met 16 teams, denk ik, 16 landen. En we moeten uh, top 3 eindigen voor een ticket. Dus uh, okay. de eerste 3 krijgen een ticket. Um, dus ja, dat is wel een vrij belangrijk moment. Ja, dat zal wel. A, a, toen je door je enkel ging, was dat ook het eerste dat je aan dacht? Van, ah, stopen, dat, of of, of a, was je daar direct zeker van? van ja, ik voel dat er komt goed spuitje erin en we kunnen spelen. Ja, ik... Pff, mijn inkoopde, Ik heb nooit eigenlijk, eigenlijk erge enkel te ja, mm -hmm. Het feit dat ik daar kon wandelen en nog een match heb gespeeld, alsof, allee, had ik er wel een goede oog in. En ik was nog niet echt aan het rekenen van hoe lang is het nu nog. Eigenlijk? Ja, okay. uh, ik, be, ik was vrij... Ik leef van uh, toernooi uh, ja. tot toernooi. Ik denk dat ik nu pas, sinds, sinds gisteren, echt die knoppen gedraaid Want Oké, okay, nu is het Nationaal Ploegmoment. Um, en uiteindelijk, oké, okay, de timing nog wel goed komen, dus het gaat wel lukken. Maar ik was er niet zo hard mee Het kwam wel eens in mij op van, is het wel verstandig om te proberen of niet? Kunnen we het erger maken? Maar ook wel besproken met de en zo Dus uh, dat was dan niet het geval. Ik heb uiteindelijk ook niet kunnen spelen, dus dat kwam dan goed. Uh, maar ik lag er niet direct wakker van. Nee, nee, je hebt er vertrouwen hebt er in. Er dat vertrouwen is, is vertrouwen in. ook niet onbelangrijk. We gaan zo meteen nog iets uitgebreider over de Olympische Spelen en de weg daarnaartoe. Uh, heel kort nog even, uh, jullie spelen allebei voor Team Rifa. Zo, zo heet het team nu. Vorig jaar was dat Team Antwerp. In C is dat hetzelfde team. Het zijn min of meer dezelfde spelers. Hoe komt dat precies? Hoe zit dat juist? Ja, ah, het, het is eigenlijk vrij, vrij simpel. Ik denk dat we... Vorig jaar uh, heeft er iemand van FIBA ons gecontacteerd, omdat zij contact hadden met, met uh, ja, investeerders uit, uit Bahrein. En die zochten eigenlijk een, een ploeg die daar hun stad uh, mee op de, op de kaart zou zetten. Uh, dus ja, het is niet dat wij voor die stad per se die extra moeite doen enzo, maar die hebben wel de financiële middelen dat wij nodig hebben om, om lang genoeg te kunnen doorgaan met ja. deze sport, wat wij graag doen, en ook ons vooral professioneel te kunnen omkaderen. Mm -hmm. um, en ik denk ja, dat die twee zaken enorm belangrijk waren, want we willen niet... Allee, we gaan wel vanuit van een goed resultaat op, uh, op de OQT en op de Olympische Spelen enzovoort, maar stel dat dat niet is en onze contracten vallen ineens weg, uh, ja, dan, bij Sport Vlaanderen. Bij Sport Vlaanderen, ja, ja dan, dan want, staan wij er ineens. Ja, misschien die, dat even kaderen. Jullie hebben een contract bij Sport Vlaanderen. En als we de Olympics niet halen, dan valt het contract weg. Uh, nee, er staan dus altijd uh, ja, vereisten in, ja. uh, elk jaar. Dus dit jaar is dat top 8 van de wereld. Uh, dus die Olympische Spelen halen, het dat is met echt uh -huh. ploegen. Of een top 3 plek in, uh, op het EK. Ja. Dus we hebben eigenlijk twee momenten uh, waar dat we het contract uh, voor het volgende jaar kunnen verzekeren, maar inderdaad als dat niet behaald wordt, dan, uh, dan is er een, een grote kans uh, dat dat niet wordt verder gezet. Dus in dat opzicht is het voor ons allee, qua zekerheid was dat voor ons ook wel uh, een goede beslissing, denk ik, omdat en moest dat dan niet lopen zoals wij hopen, dat wij toch nog gewoon verder kunnen gaan met onze club ja. en dat dat niet volledig opgedoekt wordt. Snap ik, ja, want um dat, dat is ook iets opvallends, zo. We, we hebben het net over, over het verschil tussen, tussen nationaal Ploeg en, en Team Riva. dan. Um, die contracten, jullie, jullie uh, zijn, zijn met, met vier, met zes, hoeveel zitten onder contract? Bij Sport Vlaanderen Sport, met vijf. Ja. Sport Vlaanderen met vijf? En Viek van Oosterwijk, ja. die ook bij Guco speelt, heeft uh, een contract bij, bij, bij Team Riva eigenlijk, dus van okay. de club uit. Oké, okay. ja. ja. En, maar jullie trainen gewoon nog in Antwerpen? Ja. 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 Dus je hoeft niet naar Bahrein te gaan om. Uh, ja. om, om... Als die ons uh, willen uitnodigen, <laughs> dan, uh, dan zijn we daar direct bij. He. We deze... hebben vorig jaar ook een, <laughs> ja, een leuk toernooi gespeeld en uh, ja, die stad al een beetje gezien. Dus mm -hmm. als, uh, ja. Leuke nee. vakantiebestemming. Ik weet niet of ze nu aan het kijken zijn, maar ik zou zeggen anders doen een oproep, maar dat heeft misschien <laughs> weinig, weinig zin. Ja, zeker in het Nederlands gaat dat niet altijd. Nee, ja. ik denk het ook niet, ik denk het ook niet. Uh, was iedereen, was iedereen daar, daar direct van overtuigd dat dat de uh, way to go was? Of, of voelde dat toch een beetje dubbel? Want het, is, het lijkt voor, voor, voor het Belgisch basketbal niet de, de, de beste, want het is... Allez, jullie, jullie verzekeren jullie toekomst als 3x3 spelers en dat is super logisch. Maar heeft dat gevolgen voor het, voor het Belgisch 3x3 dan? Of, of totaal niet? Ik denk in tegendeel. Ik denk als mm -hmm. we dat niet zouden doen en het, en het loopt slecht af, hè, we kunnen onze contracten niet voortzetten, ja, dan kunnen we ook geen 3x3 meer blijven spelen. En dan zie ik niet direct in België opvolging Klopt. om daarop te volgen. Dan denk ik dat de 3x3-sport voor België zelfs gedaan zou kunnen ja. zijn, wat dat heel jammer zou zijn. Dus ik denk dat dat zelfs ja, voor, voor België als land heel goed is dat we dat doen. Okay, we noemen dan wel Harifa nu, maar we hebben altijd toernooi, we hebben altijd Start-Antwerpen op. Sommige we zijn allemaal Antwerpenaren in, in, in België. Het is nu ja, niet op deze dus talen, kant. Ik had het al gezien. En, <laughs> Antwerpen. Uh, die helpen ons ook nog altijd. Wij helpen hun ook in het promoten van de sport en dergelijke. Ja. Dus dat is een, een heel goede samenwerking. Uh, dus ja, ik denk, oké, okay, de naam is maar een naam. Tussen de, de naam. Dus dan gaan we dan nog altijd stappen vooruit. Ja. Tuurlijk, Tuurlijk. Nee, groot gelijk. Um, nu, is, is er, zijn jullie, jullie zijn het enige profteam. In België, enfin, ja, nu, voor, nu voor Team Rifa, maar jullie zijn de enige pros echt in België, is er daar ruimte voor? Hoe, hoe komt dat 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 zo wat... Uh... Ik had gedacht ondertussen dat er al meerdere teams gingen zijn, dat er al meerdere... Ja, dat is... Uh... Allee, eerst en vooral zoals ik er erjuist zei, dat is moeilijk om echt op dat circuit te geraken. Mm -hmm. En uh, ja, je hebt daar ook wel echt budget voor nodig. Uh, ja. Je kunt niet gewoon met vier vrienden zeggen van, uh, kom, we gaan er eens aan beginnen en... Uh... Je moet zeker, allez, voordat je op die World Tours en, uh, en Challengers bent, moet je, ga er voor je eigen vervoer moeten zorgen en zo. Vliegtickets, uh, hotelovernachtingen. overnachtingen De World Tours en Challengers wordt dat betaald, allez, of grotendeels. Ja. Maar alles daarvoor is het, eigenlijk, uh, het eigen zak. En ja, je moet daar echt wel 24-7 mee bezig zijn en je daarop toeleggen om daar te geraken. Dus het is gewoon niet heel gemakkelijk of zo als je niet de financiële middelen hebt. Ja om daar te geraken. Ik denk gewoon ook, als je in de wereld kijkt, en wat met met ik fout maar zijn er weinig echt profploegen op hun eigen ding. Denk dat de meesten allemaal ge gefinancierd zijn, of gesubsidieerd door, door hun overheid, of ja. door, hun, door hun federatie. Uh, en als je ook al bekijkt naar ons, uh, zijn eigenlijk ja, top van de wereld mm -hmm. hè, als ploeg en hoe moeilijk dat wij het al hebben om aan sponsoring te geraken enzovoort. Okay, we hebben nu wel geluk yeah. dat we His Highness zijn mm -hmm. tegengekomen, uh, maar ja, daarvoor ook ja, die, die sponsoring. We doen er nu veel moeite aan, we zijn ermee bezig en zo. Om, als dat wegvalt binnen een jaar of twee, dat we het ook nog altijd verder kunnen, maar dat is al moeilijk voor wereldtop. Dus ja. laat staan dat de beginnende ploegen wel ineens mm -hmm. volledige contracten gefinancierd krijgen ja. enzovoort. Dat ja. Is, ja, en er zijn dan gewoon grotere landen die met veel meer geld smijten om dat 3x3. Want, want jullie doen het zoals dat je zelf zegt. Je bent wereldtop. Maar als land, als federatie, staan we maar 46e of zo, dacht ik. Uh, dat, dat betekent dan dus dat de rest meer geld kan en wil investeren in de sport. Een ja, 46e, denk ik niet. Ik denk wel. Als, land, wel, nee, als, als federatie. Als ah, federatie, federatie, een... federatie, federatie. Ah, is dat, dat de... mannen en vrouwen gemengd? Of? Ja, mannen ah, en vrouwen okay. gemengd. Ah, ja, als federatie. Okay. Als, als, ah, als, ja. dus, 46. Ik denk dat daar nog wel een hele grote uh, marge is voor ons als Belgen. Je ja, spreekt over de Ketshoek in het begin van je podcast. Ik denk dat we enorm goede vrouwelijke speelsters hebben ook. Mm -hmm. um, als daar iemand de tijd en in het initiatief ziet om daar iets mee te doen, denk ik dat we als federatie enorm kunnen groeien. Super kan helpen. En ook veel andere landen, die hebben, ja, het zijn grotere landen, hebben veel meer middelen enzovoort, moeten realistisch blijven. zitten ja. met een serieus begrotingstekort ook. Uh, maar die zijn ook heel sportminded en die investeren enorm in, in, in sport. Dus ja, dat verschil, dat, dat voelde wel. En hier met deze soort van ranking wordt je daar nogal snel op afgestraft ja. als federatie. En dan komt je wat van, uh, van onder te staan. Ja. En ook een, een grote reden daarvoor is ook, uh, we hebben maar één profploeg op het circuit. Ja. Landen zoals Amerika of, uh, of Servië mm -hmm. of, of zelfs Litouwen. Litouwen die, ja. hebben, die hebben twee, drie, vier ploegen op het circuit ja. en dat bepaalt eigenlijk de ranking van uw land. Ja, ja, uh, dus die clubs bepalen meer die, die landranking. Dus in dat opzicht hebben wij maar zes profspelers en is het moeilijk om heel hoog te staan. En als je dan nog geen vrouwelijke uh, ploegen hebt op het profcircuit, dan zorg je ervoor dat je veertigste of hoeveel Ja, 46 in ja. federatie. Ik het net opgezocht, als ja. land bij de mannen staan jullie achtste. Ah ja, oké. Okay. Dus als, als land doen we het nog steeds als ja. dingen doen we nog steeds dat goed. Dat is vrij om okay, maar één ploeg, te hebben. Want als je ja. nu bijvoorbeeld kijkt naar wat China heeft gedaan, ja. hè, dus uh, Tibo ploegmaat van ons, Tibo Vervoort heeft daar, heeft daar een jaar eigenlijk in, in, in meegeholpen. Uh, wat heeft China gedaan? Die heeft gezegd: okay, we pakken de top 10 uh, spelers. Uh, ze zijn allemaal onder contract bij ons. We geven die waanzinnige contracten. Twee van elke per twee zitten we die samen bij een ploeg uit China. We zitten er twee of vier andere Chinezen bij. We roteren dat wat door. Dus die hebben ja, vijf, zes Chinese ja. ploegen zitten op die pro-circuit de hele tijd. Dus ja, die hebben enorm veel punten zo gepakt en ze zijn rechtstreeks geplaatst voor Olympische spelen. Ja. 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 China, dat is ook een heel ander. Allee, de, das, <laughs> dat gaan we niet vergelijken. Dat is appelen met peren, maar dat is maar om te laten zien van hoe hebben die dat ja. aangepakt Elke Eigenlijk hebben die jou ja, een kwalificatie verzekerd door ja, er gewoon uh, ja. geld tegen te gooien. enorm veel geld tegen ja. te gooien. Maar geld moet er zijn, natuurlijk hè. En is het nog de prestatie zelf op, uh, op zijn mm -hmm. spelers? Ja, want, zien we dan, uh... want Thibaut, inderdaad, heeft een jaar in China gespeeld, maar in zijn individuele ranking is hij enorm naar beneden uh, gegaan. Dat heeft dan te maken, zoals ik net zei, met de teamprestaties ook. Maar het is dan toch straf dat je er zoveel geld tegen gooit en als team niet per se presteert. Ja, 3 tegen 3. Je hebt echt wel spelers nodig die misschien een jaar of langer al samen trainen elkaar ja. goed kennen. En als je daar nog iets bij zit, je bijna niet kunt communiceren met je ploegmaten, wat super belangrijk is in 3 tegen 3, uh, dan is dat niet zo evident. Ook al zijn dat individueel allemaal heel goede spelers, uh, is het niet makkelijk om, om, uh, om daar, daarmee resultaten te halen. Uh. Nee, nee. Ja, wat wel, wat wel. je kunt een 3x3-team niet kopen, daar komt het eigenlijk op neer. Nee. Dat is wat jullie zelf ook al zeiden voor de, voor de podcast, als we even aan babbelen waren, dat de sfeer. Is, is een heel belangrijk en dat kan ik me ook inbeelden als je samen reist en zo. Dus veel het goed bij jullie, hè? Ja, ja. Uh, zeker, zeker de laatste weken. Uh, ja. Ik denk vorig jaar dat ook. Alleen de jaar daarvoor, ik kan niet meespreken, want was ik er nog niet bij. Maar dat is, het is altijd wel. Uh, we zijn een heel leuke ploeg mee. Met allemaal, met allemaal toffe gasten. Um, ja. En ook de laatste tijd, we klikken er nog wat dat belangrijk is. Want je moet, ja. Je kunt niet alles opkroppen. Je gaat sowieso wel eens frustraties hebben uh, uit matchen enzovoort. En eigenlijk de, de grootste challenge. Uh, is of was om daar gewoon te kunnen zeggen en er luchtig mee om te gaan. Ik denk dat we er de, de laatste week wel uh, ja. echt in, uh, in, in geslaagd zijn. En ja. dan lachen we een beetje met mekaar. Gebreken, tussen aanhalingstekens, dus dat is wel uh, dat Lachen met elkaars gebreken, ja. het klinkt als een gezellige middag. Maar uh, uh, ik snap volledig wat je bedoelt. Nu, je zei het daarnet al, je haalde het ook al aan, de vrouwen die hebben nog geen 3x3-ploeg. Is dat iets waar we nog aan, op aan het wachten zijn? Is dat iets, hoe, hoe komt dat dat we dan ook niet, want op het EK in 22, dat was toen in w Antwerpen. WK, ja. Het WK, het ja. een WK, just, ja. WK in 22, um, op de Groenplaats, daar hadden we twee teams, hadden we een mannenteam en een vrouwenteam. Die was dan gewoon samengesteld voor de WK te spelen. Is daar, of was dat een test om de keer te proberen? Wat was daar precies de bedoeling van? Ik denk dat daar gewoon. Ik denk dat de mannen hebben enorm veel geluk gehad, zal ik maar zeggen. Dat, dat er één bezieler geweest in het begin. Uh, dat, was, dat was Nick Series. Ja. Uh, heeft, die heeft dat getrokken. Die, heeft, uh, ja, die sport voor België wel op de kaart. Die heeft eigenlijk de mannen 3 tegen 3 naar boven gebracht. Ja. En Zolang dat er bij de vrouwen zo niemand is. Gaat dat niet gebeuren, denk ik. Als je sommige vrouwelijke speelsters spreekt, ja, dan zien die allemaal zitten, zouden die dat ook wel graag doen. Maar er moet iets of iemand zijn die dat hun. Op dat initiatief circuit neemt. brengt ja. en uh, initiatief ja. neemt. Dus ik denk dat ze daar vooral op wachten. Dus ja, bij deze, en als er iemand is <laughs> dat die erachter wil zitten, denk ik dat we er ook wel mooie resultaten mee, kunnen, mee ja. kunnen halen. Het zou in ieder geval goed zijn. Maar goed, het is misschien ook moeilijker als, als uh, federatie zijn om daar bij de vrouwen extra op in te zetten. Als je ziet hoe dat bij 5 tegen 5 bij de Cats dan supergoed loopt, dan ja. snap ik wel dat de focus daar. dat is misschien ook nog moeilijk om balans. Ja. ja, dat is ergens wel normaal denk ik. Hè. Dat is, alleen bij 5 tegen 5 zijn die wereldtop. En dat is misschien niet direct een, uh, het eerste puntje aan hun agenda om daaraan te beginnen, omdat je daar zoveel focus op leggen. Maar ik denk sowieso dat het wel goed zou zijn voor het land en dat, dat het België alleen maar zou kunnen helpen uh, om, om basket 5 tegen 5 en 3 tegen 3 verder te, verder te promoten. Ja, dat ja, denk ik ook. Absoluut. Um, de Olympics, daar hebben we het uh, kort al even over gehad. Jullie hebben nog één kans om jullie te kwalificeren door in de top 3 te eindigen op het uh, Olympic Qualifier Tournament in Hongarije. Dat is op van 16 tot 19 mei, als ik het goed voor heb. Ja. Dus binnen een, 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 een twee- of drietal weken. Hoe schatten jullie je kansen in? Ja, we moeten dat halen. Ja. Welke teams zijn er? Want, want de, de Amsterdam staat er ook, Nederland staat er dan ook, dacht ik. Ja, maar ik, Nederland. Het kan zijn dat Nederland daar al niet meer aan meedoet, omdat die volgend weekend ook nog een kans hebben op een andere qualifying okay. tournament. Dus als die dat winnen, dan zijn die niet meer op het volgende. Dat is een klein beetje waar wij op ja. hopen, zal ik maar zeggen. Um, maar in onze groep zit Japan, Mongolië en... Wat oh, eens. <laughs> <laughs> oh, nee. Dat is geen goeie, kut, kut. <laughs> uh, Japan, Mongolië, wacht, ik zat te bieten. Japan, ik zat Mongolië en... We gaan het direct zeggen, wacht hè? Allee. Oh, we hebben ze gisteren nog gezien. Japan, Mongolië. Staan de groepen hier al? Ja. 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 Ik zie hier enkel de seedings Litouwen, Frankrijk, nee, nee. Uh, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, nee. Puerto Rico, Canada, Japan, Polen. Polen. Polen, dat was ja, Polen. Polen. We zijn er. Ja. Voilà. Ja. Dus, uh... <laughs> ja, maar ik denk als we er juist ook spreken over. van uh, ja, Ik denk dat we deze richt uh, met de top weer kunnen meedoen enzovoort. Als je dan ziet dat wij eigenlijk met de ploeg Riva of Antwerpen eh, mm -hmm. ook de nationale ploeg zijn, plus bij die andere landen is dat ook zo, ja, dan kunnen we nu niet zeggen van, allee, dat is eigenlijk een must dat we het ook QT ja, halen. Ja. We kunnen dat nu niet, niet zeggen van, in een underdog al, spelen, ja. allez, de underdog spelen, allee, ja. de Olympics al, in de underdog spelen, dat zou niet, uh, nee. dat zou een beetje, een beetje laag zijn. Ik denk, allee, elke match moet gespeeld worden, uh, in zo'n nationale ploegmoment, dat is totaal iets anders. Mm -hmm. Maar aangezien al die ploegen bijna hetzelfde zijn en dat er al heel wat ploegen gekwalificeerd zijn, uh, en dan wij ons toch top 3 richten uh, dit seizoen, dat is alles wat, wat mee zit. Ja. dan uh, ja, moet, uh, moeten wij zeggen van oké, okay, dat is Olympische Spelen, dat is eigenlijk een uh, must. must. Ja, jullie zijn er allebei nog niet geweest, uh, nee. vorige Olympische Spelen in Tokio werden we vierde, daar waren jullie allebei niet bij. Um, ja. Dat heeft enorm veel in gang gezet. De, de, die Olympische Spelen toen, we zijn daar vierde geworden. Dat was, dat was, niemand kende de sport, niemand kende de spelers. Ineens waren, waren jullie, enfin, was het team toen, het, de sport, overal. Um, in hoeverre is dat geëvolueerd in de afgelopen jaren? Dat je dat ook voelt van rond u? Dat de verwachtingen hoger liggen misschien? Of, of, of dat er anders naar gekeken wordt nu? Ja, ik, ik denk sowieso, dat, allee, de sport heeft superveel populariteit gewonnen daar. Um, maar ik denk dat momentum dat ze toen hadden. Ik denk dat we dat misschien vorig jaar ergens een klein beetje verloren zijn met de Nationale Ploeg. Omdat allee, er was ook een transitieperiode. Met, met, ja, met de dingen rond rond die, die dat er gebeurd zijn ja. en dat we met een andere coach moesten werken en zo. Um, dus ik denk dat we daar wel wat momentum zijn de verloren mensen. en dat ja. er misschien wel wat mensen wat vragen zijn beginnen stellen. En is dat nog wel dezelfde. Uh, ploeg of, 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 ja, of team, Kunnen die resultaten nog ja, die halen? Ja, kunnen die resultaten nog halen, maar ja. ik denk dat we nu, als we zien naar de afgelopen weken en uh, de chemistry dat we hebben nu, met ons, met ons vier, vijf of zes zelfs, um, ja, dat we wel op de goede weg zijn en dat we zeker uh, niet laag moeten mieken. Ja. Ja. Dat zou, dat zou mooi zijn. Um... Het is eigenlijk chance dat we die podcast opnemen nadat nou, we juist een goed resultaat halen. In, hè. <laughs> Stel geldt als dat niet het geval is, dan zitten we hier helemaal anders in. Super. En, uh, ja, het ook Gedemotiveerd. Ja. We zien. zullen ja, zien. We zullen zien allemaal niet gemakkelijk. <laughs> dus het op het juiste moment hebben uh, we deze opnemen. Ja, voilà. Perfect, perfect. Dat was mooie, mooie timing. Uh, vinden zelf, want dat, dat, dat is iets dat ik, maar dat, we hebben het er al een paar keer over gehad. Het is al een paar keer benoemd geweest. Het hele systeem om je te kwalificeren, is dat niet een beetje. Scheef is dat niet, want, want allez, jullie waren gewoon vierde op de olympics, jullie doen het op wereldniveau heel goed, maar het is wat je zelf zegt, we hebben maar één profploeg, we verzamelen niet zoveel punten voor ons land. China die gooit er geld tegen en die kwalificeren zich, zo kunnen je je, je je ticket voor de olympics gewoon kopen. Is dat niet, zijn er geen betere manieren om dat... Of? Het, is, het is sowieso nog een, een, een nieuwe sport, dus uh, er zijn... Alleen er is al veel opgelost en veranderd, maar er zijn sowieso misschien nog wel wat flaws in het, in het systeem of zo. Um, maar ik denk dat ze wel goed bezig zijn met elk jaar allee, de regels en dingen aan te passen en zo. En je ziet wel echt dat er een progressie is met ja. het vergelijken van een paar jaar geleden. Uh, maar het is en blijft een nieuwe sport en dat gaat groeien. Misschien als wij er binnen vijf jaar nog eens over praten, dat het al er helemaal anders uitziet. Zeker ja. als je ziet hoe snel dat de dingen nu veranderen. Dus ja, het is nog niet perfect in. Allee, iedereen zal wel commentaar hebben op iets, maar het is nu zo. En, en ja, we weten dat het zo is. En, uh... Ik denk de voornaamste reden daar ook is, is sportief klopt het misschien nog niet 100%. Mm -hmm. uh, maar dat is een nieuwe sport zoals Denny zegt, dus ja, die moet ook gewoon gepusht worden en blijft een brand. Ja. En ik denk dat ze daar vooral willen de landen belonen, dat zich daar enorm ja. voor inzetten. Uh, en hoe meer dat ze die sport pushen in dat land, eigenlijk hoe meer kansen je het ook hebt om olympics te halen en, enzovoort. Ja, uh, ja. Dat dat ja, als je dat puur business-wise gaat bekijken, is dat ook interessanter om... Ja, die landen waar dat heel populair is, als die op de Olympische toernooi ja, zijn, ja. Ja. veel meer kijkcijfers enzovoort, dus dat, dat hangt allemaal samen. En er wordt wel echt op Snap. die manier ook over nagedacht. Ja. Zo had ik het nog niet bekeken, dat snap ja. ik. Dat is, ja, ik snap het. Het is natuurlijk jammer dat, dat de sport vanuit een businesskant moet bekeken worden. Ja. Maar aan de andere kant, hoe populairder de sport wordt in ja. het algemeen, hoe beter voor de sport. En ja. dat, dat het dan bij ons wat trager gaat, omdat we allemaal maar één ploeg hebben. Ja. Hoort er dan maar bij. En dan moeten jullie uh, via de harde weg uh, kwalificeren. Ja. Want, uh, maar dat gaat wel goed komen. Ik heb daar uh, alle vertrouwen in. Um, Jullie, we hebben het al, al gehad, eh, Vic van Oosterwijk heb het ook al laten vallen, Caspar, eh, die, die is ook terug uit, uit blessure nu, of bijna, speelt hij speelt al terug? Die heeft nog geen toernooi meegespeeld, maar die traint wel uh, al vaak mee, die heeft ja. het een beetje ups en downs met zijn revalidatie, ik denk voor hem ook zeker niet gemakkelijk, uh, maar die, allee, die komt er wel, maar het gaat iets ja. langer duren dan, uh, dan verwacht. Ja, want jullie zijn met, met uh, dus je hebt Tibover Vervoort, jullie twee en uh, Brian de Valk, daar waren jullie op het eerste World Tour mee, je hebt dan nog Vic en Caspar, is dat het of zijn er nog spelers? Hoe zit het met Nick bijvoorbeeld? Is, is, is er nog een, een kans? Want hij is 2020 heeft 2020 zijn schorsing gehad voor drie ja. jaar. Dat is nu voorbij. Gaat hij terug spelen of wat is zijn rol nu voor jullie? Ik denk als, als je aan, aan Nick vraagt: allee, momenteel is hij enkel coach bij ons en ja. allee, allee, hij traint ook nog wel mee. En Hij is nog altijd in shape en zo en allee, hij speelt nog altijd heel goed. Hij is klaar om, uh, om te kunnen meewerken. Ja, te ik, ik denk: uh, allee, wanneer dat is, of hoe lang dat die schorsing zal duren of wanneer dat afloopt. Ik, allee, ik het is nog niet afgelopen. Nee, nee ah, okay. ik, ben er, ja. allee, ik, ik ben er wel vrij zeker van dat hij nog gaat spelen. Uh, ja, maar dat nee, zal nee. een beetje afhangen van hoe lang dat, dat duurt. Allee, ik ken er zelf ook niet de details van. Uh, ja. Maar uh, ik denk qua motivatie, daar zal het niet aan liggen. Uh. Nee, ik denk nee. dat hij nog altijd heel gebrand is en hij is nog altijd uh, allee, toen dat hem moest stoppen, was hem nog altijd top 15 van de wereld. Dus, uh, ik denk dat hij nog altijd uh, ambitie heeft in. Uh... En we op training ook nog wel zien dat hij zeker ja. mee, allee, Voor ons is dat een enorme meerwaarde dat hij er is als, als zowel coach om ons wat te sturen als, als leider van de groep, vooral. Hmm. Uh, maar ook gewoon op training als, om met ons mee te trainen. Omdat hij ja, defensief en offensief en op alle verschillende blakken is dat echt een challenge. En dat hebben ja. we wel nodig om, om die top te halen. Om niet gewoon maar. Ja, een keer myken is niet het juiste woord, maar om Aan tegen hem te. te ja, ja. Voilà. Ja, ja, snap ik. Zeven? Trainen, jullie trainen al met zeven of, of, of hoe, hoe moet ik dat zien en hoe wordt die selectie dan gemaakt als je met, kunt maar met vier man naar een toernooi gaan? Wie beslist daarover? Ja, dat, ja, dat zal een beetje de Nick zijn, um, ja. maar ja, we zitten nu eigenlijk in een luxe positie. Ik denk vorig jaar uh, hadden we vier spelers ja. uh, toen Nick uitviel en dan is Brian ook nog uitgevallen en dan zouden we nog een Nederlander moeten gaan halen. Um, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat we zes volwaardige spelers hebben die dat eigenlijk voor hun plek gaan, uh, gaan moeten vechten. Dus dat is voor ons ook nog een beetje nieuw. We gaan nog zien hoe dat, dat, hoe dat, dat exact gaat, gaat lopen. Maar hoe uh, we dat ja. nu voorlopig al hebben aangepakt is, iedereen moest wat een datum geven dat hij een, een weekje rust was of op vakantie mm -hmm. ging of zo van de zomer. Um, Net dat allemaal, ja, als, zoals shiften in, uh, in het ziekenhuis of weet ik veel, Als dat allemaal wat uitkomt, dan kunnen je al zo een beurtrol ja. hebben in, uh, in je toernooien. Uh, sowieso ook. Allee, als we het goed doen, gaan we heel veel toernooimomenten hebben. Dus het gaat ook wel gemakkelijk zijn om door te schuiven. En uh, ik hoop niet te veel, maar een blessure gaat er ook altijd wel eens zijn. Ja, ja inderdaad. <laughs> uh, maar dat, lost, dat gaat zijn eigen wel, wel oplossen. denk ik. ik denk vooral, zolang we elkaar alles blijven gunnen en dat we met een gemeenschappelijk doel zitten, dat daar niet te veel uh, problemen rond mogen komen. Ja. Is dat voor de nationale ploeg? Net hetzelfde, is dat ook, is dat ook nee. Nick die beslist, of is dat nee. federatie? Nee, dat gaat de coach zijn, hè. dat gaat ja. pech, Christopher Pech zijn. Ja. Dus jullie uh, hebben nu een nieuwe coach, ja, uh, ja. Uh, dat was Steve Ivens. Ja. Uh, Steve is, is, is gestopt, hoe werkt de samenwerking met de nieuwe coach nu? Uh, ik, ik, ik denk vrij goed, uh, omdat, en dat is ook wel belangrijk, is, ja, het is een nieuwe sport. Uh, Nick is eigenlijk de grondlegger van, van heel veel. Hij uh, heeft samen mee dingen ontdekt met die manwerpen en, en zo uh, dingen bijsturen. En, ja, Tijdens zijn weg een bepaalde manier van spelen opgebouwd. Dus ja, om dan ineens een coach, zeker Belgisch, iemand te vinden dat dat even goed of beter dat doet, ja, eerlijk zijn, dat is onmogelijk. En dat ja. zegt erom niks over die coach en capaciteiten, maar ja, je gaat dat niet zomaar, niet zomaar vinden. Dus ik denk dat Christopher echt een hele goede job doet in zich te integreren in, in de ploeg, in de manier van spelen. Zoveel mogelijk probeert op te pikken. Um, en ons dan die, die week, of twee weken dat we hebben als voorbereiding naar het OQT nu en die andere nationale teammomenten, om dan uh, ja, daarover te pakken en ons zo goed mogelijk terug te blijven bijstaan, dat we niet ineens een heel ander soort defense spelen of een heel ander soort offense of, of andere details en andere dingen beginnen te, te prediken. Dus, ja. dus, dat, allee, dus die samenwerking afgelopen wel vlot wel, we hebben nog geen nationaal team om mee te maar ik heb er wel een goede oog in. Ja, ja. Ik, Dat is misschien niet onbelangrijk met oog op die Olympics ook, dat die, die machine wel goed botert. En dat alle, alle puzzelstukjes ook goed, goed vallen, inderdaad. Um, goed, interessant, leuk. Ik, uh, ik, ik, ik ga het sowieso volgen, ik ben, ben heel benieuwd. Um, is er nog iets belangrijk dat jullie zeggen van, ah, misschien is dat nog interessant om mee te geven, of, of dat is wel nog een belangrijker om even te zeggen, dan, dan uh, is het nu de moment als je zegt van... Niet per se? Ja, ik denk gewoon dat uh, er zijn verschillende leuke, leuke dingen dat het aankomen. En ik denk dat wij stap voor stap, alleen we hebben onze world Tour dat is belangrijk. Nu is focus uh, Olympische Spelen. Maar ik denk ook het feit dat we een paar weken geleden hebben gezien dat in 2026 het EK naar Antwerpen weer komt. Ja. Ik denk de laatste keer dat er iets werd georganiseerd in Antwerpen dat was het WK. Ja. En daar deden we allebei niet aan mee. Ik had toen het privilege om uh, naast onze. Uh, beste basketcommentator commenta ooit, uh, Chris Meertens, te mogen zitten en dat te uh, commentariëren. Maar heel die vibe en heel die sfeer daar rond, uh, een beetje dat festivaldorp, ja. we hadden het er juist er nog over, uh, in Antwerpen, ja, dat komt gewoon terug in 2026. En ik denk, allee, stap voor stap leven we ja, van moment naar moment toe, maar dat is wel iets om te zeggen van kom, we moeten zien dat 3 tegen 3 wel nog wat jaren blijft leven, want daar willen wij ook echt wel staan en, ja. en voor ons eigen land kunnen spelen en uh, voor dat soort, uh, allee, met dat publiek. Dat is, dat is mooi gezegd. Laatste ding dat ik nog even wil aanhalen, want we hebben het in het begin al gezegd. De Cats doen het heel goed op 5 tegen 5. De Lions beginnen naar mijn gevoel op 5 tegen 5 niveau ook beter te presteren. Ik denk dat Retin daar een hele belangrijke figuur in is. Maar ook ja, Tomani Kamara die in de NBA speelt. AJ Mitchell die misschien die stappen gaat zetten. Thijs de Ridder die het goed doet in Spanje. Uh, hoe ziet de toekomst voor, voor 5 tegen 5 eruit bij ons? En heeft dat misschien ook een positieve invloed op het, op het 3x3 of staan die dingen al los van elkaar? Dat is een heel moeilijke vraag. Denk ik. Ja. ik denk dat, die, dat, we, dat als we het bij beide goed willen doen, dat we die twee dingen echt los van elkaar moeten zien. Ook ja. die twee structuren los van elkaar, dat zijn, dat zijn twee andere sporten. En ik denk wat er bij 50-5 nu aan het gebeuren is, is dat die structuur hoe langer hoe meer bij de nationale Ploeg wel, wel goed begint te zitten. En er zijn jongere spelers aan, aan het komen. En we hebben ook ja, gelijk Thijs Rieders dat zich nog opgeeft voor de draft. Ja. Uh, en dan de broers uh, Hodge. Hodge, ja. Hodge, Hodge, die ook. Uh, dan Toumani inderdaad. Ja. Dus allee, daar zitten we echt wel goed en hopelijk kunnen we daar ook groeien, want mannenbasket 50-5 kan hij wel gebruiken. En dan hoop ik dat de competitie, de, de b Next-competitie, uh, dat die ook blijft groeien en dat daar ook stappen in worden gezet. Plus ook ja, misschien is wat vernieuwend uh, basket gebracht wordt uh, en is een andere manier van spelen, omdat er zoiets wat coaches zijn of clubs die dat durven experimenteren. Ja. Um, en dan denk ik wel, als we de nationale ploeg volgen, dat we daar ook vooruit op gaan. Maar, mijn mening is dat die twee sporten echt wel best samen zijn ja. Het is niet omdat allebei basketbal is, nee, nee, is het zijn echt twee denk, volledig aparte. Ik denk dat er veel de... mensen nog dat, dat idee hebben uh, van, oh ja, waarom pakken we niet gewoon de die een of de die en zetten we die daarbij en dan gaat dat wel werken en zo. Maar ikzelf, ik heb ook, alleen, toen ik begon met drie tegen drie, ik dacht ook in het begin, maar oh, ik kon hier even pennen en pen tekst spelen, maar <laughs> dat heeft mij echt wel twee drie maanden gekost voordat ik gewoon werd aan die sport. En je moet ook als team uh, ja. ik Klikken. Dus, dus om, om te zeggen van ja, je zit daar zomaar een goede 5-5-speler vijf vijf bij en dat gaat sowieso werken, dat is, dat is in mijn ogen niet. Allez, dat kan niet verder van de waarheid zijn. Dus uh, zoals Jonas zegt, ik denk dat je die twee dingen apart moet zien. En als je wilt dat er spelers van 5-5 vijf vijf ook meer om met 3-3, drie drie, dan moet je daar echt een, ja, die moeten die echt langs, lang kunnen samentrainen voordat dat kan werken. Um, dus, ja dat volkje, ondanks wel. Maar oh, jullie hebben de overstap gemaakt. Hoe, hoe zijn jullie benaderd geweest? Hebben jullie daarover getwijfeld? Of, of was dat zoiets? Ik denk dat we allebei een verschillende situatie ja. hadden in onze, in onze carrière en in ons, in ons leven. Uh, ik weet dat uh, voor de eerste Olympics. Uh, dat daar ook al zoiets heel vaag was van ja, we kunnen misschien een profcontract uh, krijgen van Sport Vlaanderen enzovoort. En ik was op dat moment uh, de enige speler die eigenlijk ja, goed zat in, in 5 tegen 5 en ook een contract had. Dus die stap zetten, dat is heel onzeker en heel ja. gevaarlijk, want dan ga ik er ooit terug. En ik had me ook nog niet echt established in, uh, in het 5 tegen 5. Um, en dan nu deze zomer, ja, ging ik me eigenlijk gewoon eens een zomer al out 3 tegen 3. En ik ging wel zien, ik ging me amuseren enzovoort. Um, dan kwam die kans toch. Dennis heeft dat heel slim aangepakt en uh, een goede pushen. Uh, ook die zomer. En ik had dat ook wel wat gezien uh, met de BNX-competitie in, in 5 v 5 ja. Um, Dus ja, ik werd er heel getriggerd. En dan denk ik dat één dag voordat pre-season ging beginnen bij ons, bij Kangaroos. Want je had nog een contract. Ik had hè? nog een contract, ja. ja. Hebben we dan uh, uiteindelijk de knoop doorgehakt en hebben we onderling overeen kunnen komen met de club, wat dat echt niet gemakkelijk nee, was dat snap om ik. toch uh, de wegen. Uh, te scheiden. Maar dat was, dat was heel moeilijk om dat allemaal ineens achter te laten. Ja. Uh, dus dat was voor mij. Denk zijn verhaal zal eenmaal anders zijn, ja. uh, maar dat was bij mij gewoon niet afgerond. En dan uiteindelijk toch ik, ja, nee, ik kan het één doen. Dus ja. dat toen, ik al een paar jaar over getwijfeld, ik heb nooit die kans. Nu ga ik dat doen. Hij had dat goed gepusht, emotionele chantage en zo. Uh, maar ik heb, er, ik heb er geen spijt van. Het uh, is gemaakt zijn. om bedpartners te worden. Alle ja, ja, dingen die in de Kamer liggen en die toesteling, ja. ja. dat moet ik echt doen. Ja. Uh, dat is een droom van veel, uh, van veel mensen. Uh, nee, dus dat is een beetje uh, allee, mijn verhaal niet kort. Maar ik denk dat Van is helemaal uh, anders lag. Ja, bij mij, um, ik was 30 toen, denk ik. Mm -hmm. uh, ik zat toen aan mijn 11e seizoen bij de Giants. En uh, mijn contract ging niet verlengd worden. Um, dus ik had zoiets van, ik had wel nog. Ik denk twee aanbiedingen van andere eerste-klassers in België, maar niet ploegen die op het niveau waren van de Giants. En ik dacht op dat moment van ja, is het nog, heb ik daar nog iets aan om, om hier ja. nog eh, bij een mindere ploeg nog 20, 25 minuten te spelen voor dan eigenlijk geen progressie meer te kunnen maken of zo. En, en ik miste zo een challenge en uh, ik volgde toen uh, drie tegen drie Team op al een tijdje en zo. Ik keek ook alle wedstrijden um, en ik kende Nick ook al van vroeger dus eigenlijk die timing was eigenlijk super die heeft mij dan benaderd um, en ik heb eens met hem samengezeten en ik ben een paar keer komen meetrainen en dat was eigenlijk voor mij vrij makkelijk om, uh, om te zeggen van uh, ik maak de overstap ook ja. omdat ik zeg dat, dat die sport nog relatief jong was en dat er nog veel kansen waren om te groeien en ook met oog op die olympics en zo waar ik in 5 tegen 5 nooit zou halen nee. uh, was dat voor mij eigenlijk vrij, vrij gemakkelijk om die, die stap te zetten die challenge heb je daar snel in gevonden ja hè? ja, ja. Snap ik. Ja. Zijn er nog van die spelers in 5 vijftiger vijf die zo stiekem, waarvan je weet, die in overstaan? Of die willen we graag nog overhalen om, om, om af te komen? Ik weet niet dat we dat een er, dat er, dat naam moeten noemen, want ja. af en toe, Dennis ook, wordt wel eens gestuurd na een toernooi van ja, en hoeveel hebben we deze keer gewonnen of hè, hoe was het niet? Allee, dus je voelt wel dat er interesse is. Ja. Nu hetgeen dat we er juist ook al zeiden is van ja er zijn maar x aantal profcontracten. Echt een profploeg maken is moeilijk. Onze ploeg is voor de eerste keer echt hoe vol. Uh, dus ja, direct ruimte voor, voor iemand anders bij die, bij die ploeg te pakken, ja, is lastig. Ik denk wel dat er misschien mogelijkheden zijn om voor bepaalde spelers om deze zomer te proeven van 3x3. Hmm. Uh, om, om bepaalde dingen te, te realiseren enzovoort. Maar om echt in het profcircuit te komen en daaraan verder te kunnen leven ja. of iets op job te maken, dat gaat op korte termijn wel moeilijk zijn. Maar is het dan ook niet, als de federatie nu even zou investeren en als er zoveel interesse is vanuit spelers die dat zouden willen doen, die ook het niveau hebben, is er dan geen optie om een tweede team te maken als we daar even, of is dat gewoon echt... Ik, 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 ik denk dat, um, allez, in het begin waren er maar twee profcontracten. Ja. Uh, dan na twee k hebben ze gepusht naar vijf of zes. Dus ik denk dat allez, Sport Vlaanderen daar al wel echt wel de, moeite de, 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 moeite, de moeite heeft gedaan. En uh, ja, we moeten ook eerlijk zijn, de budgetten in sport in België zijn niet waanzinnig groot en ze moeten ook een beetje zien hoe dat ze dat verdelen met, met andere sporten enzo. Ja. Uh, dus ik denk dat dat sowieso niet, niet makkelijk is ofzo, maar ik weet wel dat ze wel al, om dit te realiseren, wel een effort hebben gedaan. Ja. Ik vind uh, ook niet dat we voor alles afhankelijk moeten zijn van onze federatie. Ik denk, nee, als je ziet naar onze snap. 5 tegen 5 competitie, ja, dat zijn ook allemaal onafhankelijke plogen. Uh, dus ja. Ofwel, wat, dat was, wat dat leuk zou zijn, maar ik weet niet in hoeverre dat, dat kan, is dat er een ploeg zegt van: uh, ah wel, we hebben mannenbasket, vrouwenbasket, eerste klas. En we doen er een 3 tegen 3 ploeg bij. Ah, ik zeg ah, zo. Maar iets, hè, ja, ja, ja. Omdat we op die manier uh, beginnen werken of mogelijkheden zien. Ook naar partners toe, sponsoring en zo. Dat is misschien makkelijker omdat je die contacten al, al hebt. Uh, maar dan is er, is er eventueel wel iets mogelijk. Dat is interessant. Of jullie hebben een, een investeerder uit Bahrein nu. Stel dat we de Mark kunnen overhalen om uh, te investeren in. Uh, in de X3, misschien is dat ook nog wel een idee of de Gert verhulst. Kijk, we kunnen, uh... ja. Ik weet niet wie dat daar contacten mee heeft, of dichtbij staat, <laughs> of daar dingen voor doet. Uh... <laughs> Ik zal het eens vragen aan de Gert. Uh, bij de tafel van Gert, Gaan we, het eens we zullen zien wat er daar <laughs> gezegd wordt. Maar dat zou wel goed zijn, eerlijk als er, ja. als er, uh... Je ziet dat ook bij de, alleen de topploeg nu in, op het circuit bij Uup. Die hebben ook zo'n Chinese investeerder die daar gewoon gek is op die sport. Dat je daar gewoon ineens niet veel geld tegenaan gooit. Maar wel voor het, voor het service team? Nee, 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 voor UP, voor de club. Dus niet voor China, de punten zijn wel nog steeds voor mij. Gewoon een eigen club, hè. dat gebeurt wel vaker. Ja. Ja, er ja. andere sporten die zeggen: Oké, okay, kijk, interessant. pak en die, die, die spelers erbij. Bam. En je zet ineens ook, ook wereldtop. Dus ook voor die ja. investeerders is dat leuk. En, allee, het is nu niet om al die mensen te overtuigen, maar het is een enorm leuke levensstijl om zo mee te gaan mee, met die ploegen en al die landen te zien enzovoort. En, ja. en om daar in die turbine te zitten als ja. uh, wat is het, CEO van, ja. uh, van die bepaalde 3 tegen 3 ploeg. Dus, uh, ja. Bij, deze. Bij deze. Aan alle investeerders in, in België, Nederland of over de hele wereld. Leg je geld, daar komen we tegenover. Oké, top. Mannen, kijk, uh, dikke merci om naar hier te komen. Ik vond het super plezant, super interessant. Um, ik wens jullie ongelooflijk veel succes op uh, de OQT, op het Olympic Qualifier Tournament. 16 tot 19 mei, dat is allemaal uh, te volgen op YouTube gewoon. Ja. Uh, dus ja. mensen kunnen gewoon live kijken. Dat kan ook wel, uh, dat kan ook, ja. ook wel op Sporza. Op Sporza ook? Ja, Fantastisch. Ik, ja, vrij zeker. Allee, ja. Ik denk dat wel. Sports zijn YouTube, ja. YouTube, 16 tot 19 mei. Super veel succes. Go get that ticket. You, en uh, dikke merci om, uh, om tot hier te komen. Graag Dennis graag Donkor en Jonas U Thuis ook bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En heel graag tot de volgende clubhouse standen. Bye bye.